Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Het is vandaag de dag voor kerst. Vanavond is het kerstavond. Normaal gesproken hoef ik op zaterdag niet te werken, maar ik werk bij Rituals. En voor ons is het natuurlijk de drukste periode van het hele jaar. Dus vandaag werk ik extra. Wel hoef ik pas om 12 uur te beginnen, maar ik heb voor de ochtend ook al echt wat een en ander op de planning staan. Ik moet nog alle kerstinkopen doen. Ik ben mega laat. Dus ik ga zo eerst naar de Albert Heijn om het een en ander te halen. We gaan vanavond gezellig als gezin gourmetten. Dus daar moet ik alles nog voor in huis halen. En voor eerste en tweede kerstdag lekker ontbijt. Dus ik hoop dat het een beetje meevalt met de drukte. Maar goed, in principe is het dan natuurlijk thuis voor de kindjes. En kan ik gewoon rustig de boodschapjes doen. Ook moet ik nog wat pakketjes wegbrengen. En nog eventjes gauw omkleden voor werk. En dan werk ik vandaag van 12 tot 5. Het zal waarschijnlijk wel wat uitlopen. We krijgen eind van de dag nog ons kerstpakket. Dus ik ben wel iets later thuis. Maar goed, ik heb er wel heel veel zin in. Ik denk wel dat het een hele gezellige dag gaat worden met z'n allen. Ja. Nou, de buit is binnen. Twee boodschappentassen vol met lekker eten en drinken. Ik ben ondertussen weer thuis na een drukke werkdag. Het plan was dat wij met z'n drieën zouden gaan gourmetten. Dat Sef gewoon wat later naar bed zou gaan vanavond. Alleen die was echt mega moe. Dus die hebben we uiteindelijk tegelijkertijd op bed gelegd met Nova. En samen lekker gegeten. En nu gaan we zo meteen All You Need Is Love kijken op de bank. Gewoon een fijne avond er samen van maken. Het is alweer kort over 12 geweest. Ik heb na All You Need Is Love alles opgeruimd. En ik moest nog alle cadeautjes inpakken. Dus dat heb ik zojuist gedaan. En ik ga nu lekker naar boven om te slapen. Zijn het cadeautjes? Ja, voor jou? Mama. En? Nova? Ja. Oh, dat is van Sef. Nee! Is van jou weer. Ja, ja. Wie is deze? Mama! Nee, die is voor Sef weer. Die ja? Nee, ja, ja. Nee. Deze is heel zwaar hoor. Kijk maar eens. Nou, maak maar eens open. Maar eens openmaken. Mama helpen? Wow, wat is dat? Kijk, kan je samen met Nova meespelen? Samen meespelen. Wij hebben net de cadeautjes uitgepakt en iedereen is goed verwend. Allemaal leuke dingetjes. Wie is dat? Coco. Coco, ben je blij? Hallo. Hey. Kusjes geven. Mwah. La 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 la. Nou, de cadeaus waren een groot succes. Sef die heeft de hele ochtend gespeeld met al zijn nieuwe speelgoed. Het is nu ondertussen alweer middag. Ik heb me klaargemaakt voor vandaag. Ik heb een lekker glitterjurkje aan. Eerste kerstdag vieren we altijd met Twan zijn familie. En dit jaar gaan we uit eten bij de Zeven Continenten in Ede. Daar zijn we vorig jaar ook geweest en het beviel erg goed. We hebben er super lekker eten voor ieder wat en een grote speelplek voor de kids. Dus heel veel zin in. Het was trouwens nog wel een dingetje, want mijn schoonmoeder had in oktober dus al gereserveerd. En toen probeerde ze van de week de mail te vinden, maar die kon ze nergens vinden.
Dus toen was ze even bang dat ze toch niet gereserveerd had. Maar al met al viel het mee. Bleek ze gewoon de mail kwijt te zijn en toch wel gereserveerd te hebben. Dus daar gaan we zo lekker naartoe. Hij zit in de auto op weg naar het restaurant in Ede. Nova die ligt waarschijnlijk te slapen, dus dat is wel heel erg fijn. Want ze heeft vanmiddag niet zo lang geslapen. Heel eventjes bij mij. En toen ik de weg legde in haar eigen bedje, toen werd ze natuurlijk wakker. Dus laten we nu nog maar eventjes lekker een slaapje doen. En dan is ze hopelijk straks uitgerust en wel. Mama! Ja, lieve. Wat? Nee. Wil je een broertje laten? Nee. Oh! Hey, ga je zo lekker eten? Nee, eten. Nee, eten? Wel spelen? Nee, eten, ja. Oh, wel eten. Ja, toch? Ja. Wat ga je allemaal eten voor lekkers? Frietjes? Het is nu bijna 4:10. We zijn er over 3 minuutjes. En we hebben er heel veel zin in. De kindjes liggen lekker te slapen. We hadden een reservering van 4 tot 6:30. Dus we zijn gaan rijden op het moment dat zij normaal gesproken naar bed gaan. Nova heeft dus ook al even geslapen in de auto. En ik had trouwens zoiets stoms gedaan, jongens. Oh my god. Voordat we weggingen had ik de luiertas ingepakt en klaargezet. En toen stond ik vervolgens buiten. En toen dacht ik nog, hebben we alles? Ja, we hebben alles. Zijn we gaan rijden naar Ede? En toen kwam ik dus in de parkeergarage tot de ontdekking dat de luiertas niet in de auto zat. Die waren we dus vergeten thuis. Echt mega stom. In die 2,5 jaar dat Seven ons leven is, ben ik dit gewoon nog nooit vergeten. Dus dat was best wel even paniek, want alles zit natuurlijk in die tas voor de kids. Maar gelukkig had mijn schoonmoeder een potje met eten in de tas zitten voor Nova. Dus die heeft gewoon kunnen eten. Luiertjes en extra kleding hebben we niet nodig gehad. En Nova had gelukkig wel haar tutje in de auto. En mijn schoonzus had een extra tutje voor haar dochtertje mee. Dus die hebben we op de terugweg aan Sef gegeven. En zodoende is het eigenlijk toch nog allemaal goed gekomen. Maar dat was best wel eventjes een dingetje. We hebben in ieder geval het heel erg gezellig gehad. Lekker gegeten. Heel veel gegeten vooral. Dus we gaan vanavond lekker uitbuiken. En dan hebben we morgen nog een dag. Het is vandaag maandag en het is tweede kerstdag. Tweede kerstdag vieren we altijd met mijn familie. Dus mijn moeder en haar man en mijn broertje en zijn vriendinnen komen zo meteen deze kant op. We gaan hier gezellig wat eten met z'n allen. Twan heeft allemaal vlees gekocht en al bereid voor op de barbecue. Ik draag trouwens vandaag weer hetzelfde glitterjurkje als gisteren. We hebben gisteren niet echt veel foto's gemaakt. Dus ik dacht dat kan nog wel een dagje. Welke heb ik nou aangezet? Kerst 2022 zit er weer op. Om de dag af te sluiten gaan wij nog eventjes van zijn 4 nieuwe sausjes uitproberen. Je hebt dus 4 verschillende soorten. Minst heet, heter, heetst, super heetst. We beginnen met de minst hete, de medium. Dus ik ben benieuwd. Nou. Oh, die is toch wel heet, man. Die is wel heet, ja. Oeh. Dat was de minste. Maar het zat ook wel veel op. Oeh, die nasmaak. Ah, nee, dit is veel te veel. Ik doe een beetje bij mij erop. Oké. Oeh. Ja, het is wel heet, hè. Nou komen we aan bij de derde. Deze heet Extreme. Extreme. Je moet er echt ze heel zijn klein wel beetje van heet, doen. Maar het is nog wel te doen of zo. Het brandt nog wel hoor, vind je niet? Nou, ik ga hem kapot hier. Nou. Oké. Okay. Proost.
Maar het is ook echt niet lekker. Deze het minst, vind ik. Nou, de laatste. Dit is de pittigste. Hoe heet deze? Scorching. Red Hot. 4 pepertjes. Ah, ik durf deze niet. Proost. Huh? Deze vind ik het heetst. Ik krijg het wel warm. Oeh, hij brandt nu pas bij mij. In de keel. Oké, dat was het weer voor vandaag, jongens. We zijn een aantal dagjes verder. Ik heb de afgelopen dagen gewerkt, dus vandaar dat ik niet heb gevlogd. Het is vandaag zaterdag. Twan gaat zo meteen met Sef vuurwerk kopen. Het is namelijk oudjaarsdag. Vanmiddag hebben we nog 2 verjaardagen en vanavond met oud en nieuw blijven we gewoon thuis. Dus dat is niet zo spannend allemaal, maar wel gewoon gezellig. Wij zitten nu in de auto op weg naar de verjaardag. Ja, en we gaan met de pond mee, hè? Voor de eerste keer. Dus ik ben heel benieuwd wat Sef ervan vindt. Hij vindt het denk ik wel leuk. We gaan op de boot nu, hè? Ja, hoog. Heel hoog, ja. Gaan we, hoor. Ja. Heel voorzichtig. Moet ik hierachter? Ja. We gaan varen nu. Ja. Kijk maar eens. Haal hem eruit even. Of niet? Dat kan niet. Nogmaals. Niet verantwoord. Nee. Hallo? Verantwoord. En als we zinken dan moet je meer uit die stoel halen. Als we zinken. Ja. Deze man denkt helemaal dat we gaan sterven hier. Tijdens deze rit. Tijdens de vaart. Oh, ik word misselijk, jongen. Oh mijn god. Aan. Nee, ik zweer het je. Het is niet te doen. Echt een vent die naast me zit. Ja. Oh, vuurwerk. Oh mijn god. Net op het laatste moment spuugt Nova de hele zooi onder. Arm kind. Wij zijn net weer thuis van de verjaardag. En doe ik de autodeur open, zie ik dit mopje. Helemaal in dromenland. Wij hebben Nova even binnen gezet en het vuurwerk van binnen gehaald. Want Twan vanochtend had gekocht. En dat gaan we nu even aansteken. Chef, doe eens even jouw knalertje laten zien. Doe maar. Goed zo! Doe maar heel veel ertjes neerleggen. Doe maar. Ja. Kids liggen nu op bed. Ze zijn allebei alleen wel een beetje onrustig. Dus ik hoop dat ze vanaf nu doorslapen en niet dat we allebei halverwege de avond met een kind zitten. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Ik heb zojuist wat lekkers gemaakt voor vanavond. Past er niet op één plankje, dus ik heb er maar 2 van gemaakt. En dat gaan wij lekker opeten met een filmpje.